naam? Hasselbaum. Oké. Okay. Okay, voor mij, ik heb er geen moeite mee wanneer iemand zijn eigen mening naar voren wil brengen. Maar voor mij, ik ben geen homo. Ik ben zoals God het wil dat een man moet zijn. Ja, en zo ben ik. Ik discrimineer niemand. Uh-huh. Je mag je eigen mening hebben, maar voor mij is de manier waarop God de mens geschapen heeft en in de Bijbel staat hoe jij je moet voortplanten als mens, dat dat voor mij is. Uh-huh. Voor de rest niet. Oké, en wat vindt u van homo's? Wat denkt u als u over het woord homoseksualiteit hoort? In de Bijbel is het niet goed te keuren, maar we zijn mensen. Ik discrimineer ze niet, maar voor mij moeten ze gewoon zijn als gewone mensen. Dus u zegt, u accepteert elk mens, dus ook homo's en lesbiennes en biseksuelen? Ja, maar voor mij, qua mijn religie, is dat een verkeerde benadering. Oké, en wat als uw zoon of dochter homo of lesbisch blijkt te zijn? Ik zou ze gewoon vragen. Oké, maar denkt u dat het geboren is? Dus aangeboren is of komt het doordat ze... Ik denk dat het sommige mensen, het is aangeboren door hormonen en zo. Mm-hmm. En bij sommige mensen is het gewoon een seksuele geaardheid volgens mij, een verlangen. Dus u denkt dat homoseksualiteit een verlangen is? Het is niet zo van dat het... Kijk, homoseksualiteit zoals ik ben zelf lesbisch. Ja. Ik ben zo geboren. Ja. Dus als kind zijnde wist ik ook niet dat ik lesbisch was, want ik had die informatie niet. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen, omdat ik mij niet kan voorstellen dat ik anders ben, dat iemand zo is. Maar ik bedoel, ik discrimineer niet. Discrimineren. Ja, maar als zoals ik zei, als uw dochter en zoon homo blijkt te zijn, hij heeft er niet voor gekozen. Ja. Maar als u de hele tijd gaat zeggen van, ik accepteer geen homo's. Althans, als mens accepteer ze, maar ik veroordeel ze niet. Maar als mijn kind homo blijkt te zijn, dan weet ik niet. Ik ga hem ompraten. Maar als hij dat niet kan... Dan moet ik me daar maar in berusten. Zo is het. Dan moet ik me daar maar in berusten. Want iedereen bepaalt voor zichzelf wat hij of zij wil zijn. Mm-hmm. Maar als het mijn kind is, ik heb een bepaalde levensfilosofie. Mm-hmm. En wanneer ik mijn kinderen opvoed, geef ik ze die levensfilosofie mee. Als ze voor iets anders willen kiezen, ligt het aan hun. Ja, maar... En ik kan niet bepalen, maar als ouder zou het me pijn doen. Natuurlijk. Maar kijk, zo'n kind van 5, nou laten we zeggen 10 jaar. En die, ik was 4 jaar toen ik ontdekte dat ik homoseksueel was, maar ik wist het woord niet. Nee. Ik heb heel vaak geprobeerd om als kind zijn zelfmoord te plegen, want ik weet, het is niet normaal. Ja. Maar toen ik ouder werd en ik hoorde, dus ik las het boek Twee Vrouwen van Harry Mulisch. En ze praten voor het eerst over homoseksualiteit, maar niet eens het woord homoseksualiteit, maar ze zegt, ik ben verliefd op een vrouw. Ik zei, wat is dit? En toen ontdekte ik dat ik al die tijd dat ik zelfmoord wilde plegen, omdat ik anders was, dat het gewoon lesbisch is. Er zijn meer mensen als ik. Ik heb er niet voor gekozen als kind zijnde. En ik ben hindoe, kijk, ik ben hindoe. Mijn vader en moeder, die zouden me afgemaakt hebben als ze zouden horen dat ik lesbisch ben. Ja. Maar uiteindelijk heb ik het moeten vertellen, want zelfmoord lukte mij niet meer. Ik ben bij Jehovah getuigen gegaan, ze konden mij niet helpen. Ik ben bij de imam gegaan, die konden mij niet helpen. Ik ben bij de hindoepriester gegaan, die konden me niet helpen. Mijn artsen hebben me niet kunnen helpen. Dus uiteindelijk, als mijn ouders me geaccepteerd hebben, nu pas kan ik mezelf zijn. Nu pas. Ja. Dus ik heb alles gedaan om hetero te worden. Ik heb zelf met mannen in bed geslapen om mezelf te bewijzen dat ik niet lesbisch ben. Snapt u dat? Ja. Maar niks is veranderd. Nee. Ik ben niet veranderd. Ja. Het heeft niet eens geholpen. Ja. Snapt u dat? Maar ik denk dat wanneer je als vader, als ouder, als moeder ontdekt dat je kind andere verlangens heeft dan de normale verlangens die een man of een vrouw moet hebben, dat jij dan moet proberen, want jij voedt op. Jij moet proberen om dat kind te brengen waar jij dat kind wil hebben. Je hebt een eigen wil, maar ik denk dat het ook een beetje in de opvoeding ligt. En omdat u een hindoe bent, heeft u nooit geprobeerd om naderhand, toen u wijzer was geworden, toen u had ontdekt dat dat zo was. En in uw religie is dat heel erg verkeerd. Toch? Heeft u nooit getracht om er misschien openlijk met mensen over te praten, waardoor u zo bent gebleven? Maar ik denk dat wanneer een relatie tussen ouders en kinderen een hele normale relatie is, waar er geen taboe in voorkomt, dat het probleem wel op te lossen is. Ik zeg nogmaals, ik discrimineer niet, maar voor mij zou het een aderlating zijn als mijn kind
zo zal zijn. Mm-hmm. En ik ga ervoor werken dat dat niet gebeurt. Ik discrimineer u niet. Niet dat ik met een andere bril naar u om ga kijken. Yeah. U bent mens en we weten wat religie kan doen. Yeah. Nu in het Midden-Oosten zie je dat de mensen een beetje anders gaan denken door internet. Dat ze een andere levensfilosofie van andere mensen en landen gaan bekijken. En waardoor ze dingen door een andere bril gaan zien. Dus ik zeg, hier in Suriname is het nog een beetje in een taboesfeer, want we zijn het niet gewoon. Het is niet normaal. We weten dat er achteraf en tussendoor stiekem de dingen gebeuren. Want ik heb ze in het oog. Ik ben een man en ik weet precies wie lesbisch is en wie niet. En wie homo is en wie niet. Ik weet het, ik zie het. Maar wat ik als man zijnde, mijn verlangens gaan uit naar een vrouw. En ja. Niet naar een man. Ja. Toch? Dus ik zeg u, ik ben blij dat ik toch een bijdrage kan leveren. Maar voor hier nu, ik denk dat in deze samenleving, hoe dan ook, je gaat het moeten accepteren. Voor mij is het niet bevorderlijk dat er andere dingen bij komen kijken. Maar je gaat het op een of andere manier moeten accepteren, want het is zo, je gaat die mensen niet af kunnen maken. En als je die mensen nodig hebt, stel dat die persoon een kundig persoon is. En in deze fase waar wij nu in zitten in Suriname, hebben we kundige mensen nodig op alle fronten. Dus ik denk dat je de mens op zo'n manier niet gaat discrimineren. Je gaat de persoon wel voorhouden, zeg luister, mijn geaardheid is een andere geaardheid. Ik hou rekening met je, maar voor mij is dat het. En voor u is dat het. En daar moeten we rekening mee houden. Als christen zeg ik ook, we moeten dan proberen om die mensen om te buigen. Iets dat misschien in uw ogen onmogelijk is, maar waar er een wil is, is er een weg. En ik zeg de Almachtige daarboven, als die wil aanwezig is en er gevraagd wordt van de Almachtige daarboven om hulp te verlenen, die hulp zeker komt. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer.